Dames en heren Simplisten, hartelijk welkom op deze nationale toogdag van het Simplistisch Verbond. U hebt allemaal in uw eigen rayon fantastisch werk gedaan aan de deur. Vandaar ook dat u met uw familie gratis dit slotsymposium mocht bijwonen. Hartelijk welkom. Hartelijk welkom. U hebt het verdiend. Dames en heren, aan het eind van haar eerste televisieseizoen wil het Simplistisch Verbond vanavond zichzelf een positief simplistische cultuurnota presenteren. Heer Koten, wilt u zo vriendelijk zijn de nota het daglicht te doen zien? Graag. Simplistisch Verbond onderviewde de door het Simplistisch Verbond onderviewde representatieve bevolkingsgroep blijft anoniem en de resultaten van de cultuurnota zijn de halve tijd genoteerd met melk. Met magere melk. Aan de achterkant voor de zekerheid. Precies hetzelfde. Jawel. De achterkant van mensen daar. Wat is kunst? 24% der ondervraagden antwoorden, kunst is duur. 19% antwoorden, lelijk. 14% antwoorden, oud. 7% bij de Rijkspost Spaarbank. 1% heer Lammers. 51%, een heugwekkend aantal, zei kunst, dat is mooi. En dat kunst is tegelijk mooi. Ook de slotconclusie, kunst ja. Is mooi. Ja, derhalve toe was de volgende vraag van Spits Wond, wat is mooi? Nou, daar zijn ontzaggelijk veel antwoorden op binnengekomen. Nou, werkelijk, daar waren kostelijke stommiteiten bij. Maar ook hele ontroerende antwoorden hebben. Ja, maar ook typisch dat je zegt mokumse antwoorden, ja. Heer. En dat ging allemaal in de verbondscentrifuge. En daar kwam dus uit, mooi is als je er kippenvel van krijgt of tranen. Dat is positief simplistische kunst. Kippenvel of tranen. Kippenvel of tranen. Wat wordt dan bijvoorbeeld positief simplistisch mooi ervaren dat men zegt in de schilderkunst? De derde plaats. De derde plaats is voor de drinkenbroer van Frans Hals. De tweede plaats was een ex aequo, dus is de notatie preferentie Joodse bruidje voor het raam in het straatje van Vermeer. En de eerste plaats is voor het hertje van Ulsen. De eerste plaats. Ja. Dat was de schilderkunst. Wat wordt nu als positief simplistisch mooi ervaren in de beeldhouwkunst? Nummer 1 was en is nog steeds Manneke Pis. Nummer 2, dat is een leuke uitkomst dit jaar, heer Koten, is geworden dat meisje met die staart op die steen in dat water bij Kopenhagen. Ja. En nummer 3, alles van prinses Beatrix. Ja.
Wat is positief simplistisch mooi? In de klassieke muziek. Nou, derde plaats A.V. Veren. Op de vraag van het Simplistisch Verbond bedoelt u van Mozart, of het zij Bach Cournot, was het antwoord nee van de KRO. De tweede plaats is voor het slavenkoor uit Cornuco. Waar toevoeg moet worden dat werd bedoeld het slavenkoor uit Nabucco, maar daar dan lekker naar zitten luisteren met een zak Cornuco chips op schoot. En de eerste plaats is voor het duet uit de Parelvissers. Want het duet uit de Parelvissers werd geschreven door Georges Bizet, die ik zo gauw niet... Nee, daarom wat extra aandacht. En Georges Bizet is overmorgen precies 100 jaar dood. Ja, 100 jaar dood, dat is wel een applausje waard, dames en heren. Dat zou ik ook zeggen. Inderdaad. Nou. Dit heilige gebouw, wat heeft hier al geklonken? Ach, je kunt het zo gek. Ach, je kunt het zo gek. Zo gek of groot niet bedenken. Onbegonnen werk. Een mens heeft maar één lichaam, dus ga daar maar eens aan staan, om echt alles te volgen. VN van vorige week moet nog vaste avond, klaverjassen. Auto wassen en de week is om. Zo praat men ingesloten, laatste adem wordt uitgestoten. Wat een moois brief er nog op. Den Haag iets moois zal zingen. Abby Amelie. Gustav Leonhard. Zie het Hessische Staatstheater. Met verslag voor een academie. Laat ons ensemble met heer Sinopoli. Of Offenbach Zorgen. Maar blijf niet thuis voor die buis. Want dat is negatief simplisme. En u weet wat dat betekent. Nooit eens zien of het echt gaat. Nooit niet. Eens voelen.
altijd dezelfde koffie. De klik van toestel uit en huts naar bed. Kunst is kunst en wat het nog meer is, dat's nou net wat haar invloedsfeer is. Wat het uur doet, dus in of aangrijpt, kortom. Dames en heren ook, het is hoog tijd om met z'n allen een gezellig puntje samen aan te zuigen, want buiten staan de bussen alweer te rammelen, dus we moeten nu echt voortmaken. Dames en heren, de cultuurnota van het Simplistisch Verbond die u aan het begin van de avond zag, was inderdaad een blanco onbeschreven blad. Maar, dames en heren, is dat niet de rijkdom en tegelijk de kracht van het simplisme, dat de keizer achteraf toch dolgelukkig was met die nieuwe kleren? En dames en heren, ook ingemoede. Welk isme kan in wereld anno Holladië blijven bogen op zijn heilspretentie? Maar laat toch daarom u niet ontsporen en aarden tot fataclysme. Doe het niet. En schuif uw onvrede toch nooit af op een zogenaamd verloren gegaan paradijs. Dat is niet zo. Dat paradijs is er, dat is er altijd geweest voor wie die zoekt. Ja. Zoek u zelf, zegt het Simplistisch Verbond. Zoek u zelf. En schep toch uw eigen paradijs binnen de chaos die buiten is. En doe dat en met behulp van bloemen, van, ja, u heeft bloemen. Met behulp van bloemen, planten, dieren, een mooi behang. mensen desnoods, poëzie, boeken, mooie muziek. Maar trap niet in die als kunst verkochte commerciële poep. Heer Wien, nou komt er toch weer zo'n Amerikaanse seksmusical naar Nederland. En die heet toch, God beter het, let my people come. Alleen de Bijbelse woordspeling toch alweer, terwijl alleen maar bedoeld wordt, let the people come naar de musical. En die onzin trapt daar toch niet meer in. Want die zou, nou, kunst is kunst, maar het is toch bijna zo, dat kunt is bijna ja, kunst. Okay, ja, onzin, okay, trapt daar niet dank, in. We gaan niet een beetje doen, door, heer Koten. De familie Spoor is al lang weg, laten we. Oh, door. Ja, oké. Okay. Fijn, ja. Dames en heren, het Simplistisch Verbond verklaart zichzelf voor enige tijd onbereikbaar. Zij verklaart het Nederlands televisieseizoen 1974-75 hierbij voor gesloten. En zij verklaart het Holland Festival voor geopend. En dames en heren, nooit vergeet, alsjeblieft. Leef met vlag en wimpel, maar hou het simpel. Thank you.
Thank you.